Wauw, lieve mensen. Daar sta ik dan. Voorzitter van de Partij van de Arbeid. En toen ik mij de afgelopen tijd een voorstelling daarvan durfde te maken, dacht ik, wat zou dat een feest zijn. Maar toen gisteren bekend werd dat ik jullie nieuwe voorzitter zou mogen worden, was het een verdrietige dag. Want onze partij heeft vele bijnamen gekregen. En Vechtpartij is daar één van. Maar de Partij van de Arbeid is voor mij iets heel anders. Dat is familie. Een plek waar je zielsverwant tegenkomt en je thuis bent als het goed gaat. Maar ook als je het moeilijk hebt. En gisteren heeft onze familie een familielid verloren. Onze Eberhard van der Laan. Ik wilde daarom niet praten over de campagne of over de toekomst van de partij. Niet over winnen of verliezen, maar over omzien naar elkaar. Zoals hij dat deed. Over iedereen die iemand mist in zijn leven. Over mensen die getroffen worden door ziekte en hun naasten die daar zo goed mogelijk mee om proberen te gaan. Over het grote verlies voor het gezin van Eberhard van der Laan, zijn vrouw en zijn kinderen. Het verdriet van alle Amsterdammers, het verdriet van ons allemaal die in hem inspiratie vonden. Opstaan en opkomen voor een ander. Gewoon een beetje lief zijn voor elkaar. En 6 oktober zal altijd de dag zijn dat we hoorden dat we Eberhard verloren. En hij zal mijn inspiratie zijn als nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik vroeg jullie, bel je geliefde, je moeder of je vader. Hou elkaar stevig vast, als dat kan. Ik vroeg jullie elkaar lief te hebben. En ik zei, morgen is weer de Partij van de Arbeid. En dat is vandaag. En laten we het daar eens over hebben. Centraal zetten van het dagelijks leven van mensen in onze partij. Daar hebben jullie voor gekozen. Door voor mij te kiezen zeggen jullie, breng het lokale weer terug in de politiek. Want daar sta ik voor. En dat is wat voor mij politiek is. Politiek gaat over of er voor jou of je ouders goede zorg geregeld is. Of je fijn kunt wonen en je thuis bent in je eigen buurt. Of jij je talent kan inzetten in goed en zeker werk. En jullie kiezen in mij een voorzitter waarvan in de media werd gezegd dat ze nog niet zo bekend was. En dat was zelfs een understatement, denk ik. En het is ook niet zo gek, want ik heb me de afgelopen 8 jaar als lokale wethouder dag in dag uit ingezet voor de meer dan 125.000 inwoners van Zwolle. Voor goede zorg, voor fijn wonen, voor meer sociale woningbouw. Om de mensen waar ik voor verantwoordelijk was aan het werk te helpen en gezinnen in armoede weer wat ruimte te geven om gewoon gezin te zijn. Maar het zegt wel wat. In de medialogica en de Haagse politiek draait het vooral om de Randstad. Maar de aardbevingsschade in Groningen, het gebrek aan banen in Zuid-Limburg, dat is niet ver weg. Het zijn de problemen van ons allemaal. En gelukkig heeft de leiding van de Partij van de Arbeid wat dat betreft nu een gedroomd koppel. Met onze Amsterdamse Lodewijk als politiek leider en met deze Zwollenaar als voorzitter. En dan ontmoeten Oost en West elkaar. En ook het Noorden en het Zuiden zullen we bijeenbrengen, Lodewijk. Ik kijk er naar uit, naar onze samenwerking. Jullie kiezen er ook voor om meer jongeren ruimte te geven en invloed te geven in onze partij. Met ondersteuning waar dat nodig is, maar vooral met ambitie. De Partij van de Arbeid moet straks een herkenbare generatie jonge politici voortbrengen in alle lagen van de politiek. Ook kiezen jullie voor een ander soort ledendemocratie. En hij is mooi, Hans, maar wat mij betreft geen congressen met motiemarathons, maar een Partij van de Arbeid waar gesprekken over de grote thema's van deze tijd weer plaatsvinden. Over de toekomst van de arbeidsmarkt, over hoe we met elkaar willen samenleven. En mensen, samen bekennen we kleur.
We nemen afscheid van zakelijk links. Wat van ons allemaal hoort te zijn, moeten we niet langer overlaten aan de markt. Zorg draait niet om winst. Zorg draait niet om winst en politiek gaat niet over statistieken en grafieken, maar over mensen en geluk. En de grenzen van waar het compromis liggen, moeten weer veel scherper worden. Ik had het over de samenwerking met Lodewijk, maar ook op andere vlakken is verbinding nodig. Gisteren sprak ik met Ron Meijer, een uur na bekendmaking van de uitslag. Ron is voorzitter van de SP. En vandaag is Marjolein Meijer als gast op ons congres. Daar ben je. Dag Marjolein. Welkom op ons congres. En we hebben al even appcontact met elkaar gehad. En we gaan heel snel bij elkaar komen. En niet alleen om kennis te maken of een kopje koffie te drinken. Maar vanuit het gevoel dat er iets moet gebeuren. En wel nu. We moeten haast maken met linkse samenwerking. Want er hangt iets in de lucht. Een storm. In de komende week maken VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun regeerakkoord bekend. En dat zal een rechtse storm losmaken die alles bedreigt wat ons dierbaar is. Van een extra verhoging van BTW op dagelijkse boodschappen, wat een schandalige vorm van belasting op armoede is, tot het echt pesten van vluchtelingen door ze de eerste 3 jaar geen zorgtoeslag, huurtoeslag of bijstand toe te staan. En ondertussen krijgen bedrijven miljarden euro's cadeau. Wordt het belastingstelsel oneerlijker en als klap op de vuurpijl krijgen we niet meer vaste banen, maar meer tijdelijke contracten zonder perspectief. Mensen, het zal een storm worden die raast over Nederland en die alles wat kwetsbaar is los zal rukken en te pletter zal slaan. Tenzij wij ons hiertegen verzetten met iedereen die dat wil door schuilplaatsen te bouwen. De mensen om wie het gaat vast te houden en voor ze te gaan staan. We moeten elkaar vasthouden en het begint hier, vandaag. In de stilte voor het regeerakkoord zien we ook steeds meer mensen naar partijen lopen die doen alsof ze een redelijk alternatief zijn. Zo'n type als Thierry Baudet. Die de onzekerheid en de vooruitgang en bestaanszekerheid uitbuit door mensen tegen elkaar op te zetten. Door te suggereren dat er voor een deel van de bevolking meer mogelijk is, maar tegelijk onverdraagzaam is tegen een ander deel van de bevolking. En het is aan ons om mensen duidelijk te maken dat de PVV's en de FVD's van dit land alleen holle oplossingen bieden ten koste van die ander. Wij laten ons niet foppen. Wij weten dat verdraagzaamheid en naar elkaar omkijken pas echt een hechte samenleving maakt. En we moeten in heel Nederland knokken voor een goede verkiezingsuitslag, eerst in november en dan in maart volgend jaar, om het rechtspopulisme buitenspel te zetten. En wat heb ik een vertrouwen in al die vaak jonge lijsttrekkers die de kar voor ons willen gaan trekken. In dorpen en steden door heel het land. Marjolein in Amsterdam, Barbara in Rotterdam, Leander in Dalfsen, Martijn in Den Haag, Yassine in Eindhoven en Laura in Oldambt. Maar ook al die andere lijsttrekkers die de komende maanden en ook nu al de straat op gaan om te laten zien dat de Partij van de Arbeid voor je klaar staat. Applaus voor jullie allemaal. Want er staat wat op het spel de komende gemeenteraadsverkiezingen. En daarom begint de campagne gisteren al en vandaag. Een campagne waarin de nadruk ligt op lokale thema's. Van die aardbevingsproblematiek in Groningen tot hoe je omgaat met bevolkingsdaling in Zeeland. Van de economische kansen in Eindhoven tot het tekort aan betaalbare woningen in Rotterdam. Ik mag die campagne leiden en jongens, wat heb ik daar een zin in. Ik dank
jullie allemaal. Ik denk, dank alle leden die het vertrouwen in mij hebben uitgesproken. En ik dank Astrid en Gerard. Waar zitten jullie? Ah, daar. Ja, ik dank jullie. Jullie hebben laten zien. Jullie hebben laten zien, Astrid en Gerard, dat samenwerking je ver brengt. Dat er grote verschillen in mensen zijn in onze partij, maar niet in ons gezamenlijk doel. Een partij die kansen creëert voor iedereen. En ik heb jullie gehoord. Het moet anders. Jullie hebben geweldige ideeën naar voren gebracht. En ook daar gaan we samen mee aan de slag. Dank jullie wel. En dan mijn campagneteam. Volgens mij hier en op andere plekken. Dank. Zoveel talent en zoveel blind vertrouwen in elkaar. Ik heb niet vaak eerder zo'n ongelofelijke energie en zo'n mooi team meegemaakt. Ik dank jullie wel. Zonder jullie had ik dit niet gekund. En Hans, je bent toch ook mijn voorbeeld? Ik heb je eerder geschreven, held met een uitroepteken. En dat ben je vandaag voor ons allemaal. Je hebt hoogtepunten en diepe dalen meegemaakt. Maar of de zon nou scheen in onze partij, of als het donderde in onze partij, Hans was er altijd. Ontzettend bedankt daarvoor. Ik dank ook de liefste moeder, de liefste vader, de liefste zus en al mijn lieve vrienden en familie. Ook zonder jullie zou ik niet hier staan. En tenslotte wil ik waardering uitspreken voor iedereen, voor jullie allemaal, maar voor ieder die zijn stinkende best doet voor onze partij. Van de man die al 30 jaar op de markt staat met onze folders, tot de minister in het kabinet. Alleen wij samen zijn de Partij van de Arbeid. En ik heb zin om aan iedereen te vertellen dat de Partij van de Arbeid er is. Voor iedereen die de menselijke maat een warm hart toedraagt. Voor iedereen die op ons rekent. Om weer verschil te maken. Door in al die gemeenten actief te zijn en te laten zien hoe we daar elke dag werken aan een samenleving die liever en warmer is voor elkaar. Waar mensen weer aan het werk komen en waar je op ons kan rekenen als het je tegenzit in het leven. Want wij zijn nooit verslagen. Bij de Partij van de Arbeid brandt altijd het licht. Dank jullie wel. APPLAUS